gaan we eigenlijk op zoek naar een 501 bunker. Die 501 bunkers hieronder staan. Het gaat nog verder hoor, maar ja, goed, de tekening die houdt er nu eenmaal op. Je ziet staan bouwpunten 337 en alles 501 hierachter. Nou, de 337, dat ligt dus hier zo. Het vliegveld van Haemstede, dat ligt ongeveer hier zo. En hun waren ervoor dus om het vliegveld te verdedigen. We gaan zeker proberen om een eentje op te sporen. Het waait behoorlijk, dus jullie zullen mij misschien niet zoveel horen. Probeer het wel een beetje te doen dat het verstaanbaar is hoor. Maar we gaan in ieder geval in dat gebied gaan we zoeken. Meestal niet gelijk langs zo'n groot pad, hè? Dus je moet op zoek eigenlijk naar kleine paadjes. En die komen we hier tegen natuurlijk. Kijk. Zie je dat soort paadjes? Die moet je hebben. Ik wil ook niet zeggen dat het altijd naar een bunker leidt, hè? Maar ja. We gaan wel kijken wat we tegenkomen, joh. Het is niet zo, dan kijken we gewoon even wat verder. Niks mis mee. Oh, dit is wel een mooie vallei hier. Kijk nou. Zo, jullie zien het waarschijnlijk niet op de camera, maar het is echt een mooie diepe vallei. En daar liggen, twee herten, twee reeën. Ik ga eens kijken of ik een beetje kan inzoomen. Ik weet niet of je ze in beeld hebt hoor. Zie je het? En daarnaast leggen we nog eentje. Ah, wij. Waar kunnen we hier nou die bunkers vinden? Succes met zoeken! Thank you.
Even kijken waar dit naartoe leidt, hè. Veel brandnetels. Maar goed, het is een klein paadje. Van die overheerlijke gezellige dingen die altijd in je been prikken. Daar hebben ze hier ook genoeg van, zie je. Het is een beetje kruip door sluip door. Jongens. Oh. Kijk even. Kijk even. Kijk nou. We hebben hem gevonden. En hij is open. Zo. Kijk nou. Wauw. Geweldig. Kijk nou hé. Dikke vette bunker. Een 501. En deze heeft, zoals je ziet, een touwbroek. Een 501 met een touwbroek, die zie je niet veel hoor. En mooi kijk joh, die camouflage dingen joh. Kijk nou. Wat gaaf hè. Groeit gras uit natuurlijk. Zo, wat een ding joh. Kijk nou. Stalen deurtje. Zo, een apparaat joh. Mooi hè, die camo's. Al die struiken die er tegenaan groeien. Wow. We gaan eens even kijken bij de touwbroek. Zo, dat ding dat zit verstopt joh. Hey. Moet je kijken man. Geweldig. Echt geweldig. Hier de ingang van de touwbroek. Zie je het? Een mitrailleur nest vast aan een 501. Nou, dat zie je, wat ik zei, niet veel hoor. Nou, je ziet daar ook weer die dat beton en zo. Hè. Even kijken. Hier binnen. Wauw. Kijk nou. Gaaf zijn wij. Je ziet daar, nou ja, goed het gat. En je ziet daar de spraagroor, zie je het? De spreekbuis. Daar konden ze dus praten met de gasten die dus beneden in die bunker zaten. Een soort moderne telefoon, hè? Tenminste ouderwets eigenlijk. Maar goed hè jongens, hier dan waarschijnlijk een beugel voor, ja weet ik veel, plankjes in te doen of dat je erop kan zitten ofzo. Of. En daar natuurlijk een verlichtingspunt. En het gat. Het schietgat. Mitrailleursnest. Geweldig. Maar ja. Gaan we erin. Nou, tot aan de ingang een beetje. Ik wil natuurlijk eigenlijk even de mooie bunkernummers laten zien, hè. FL 106 23. Nou, die F dat is voor de sectie waar deze bunker in ligt. De L is van de Luftwaffe. De 106 is de bouwnummer. En de 23 weet ik niet. Maar dit is eigenlijk een 501. Gebouwd in opdracht van de luchtmacht. Hier hebben we de ingangsverdediging. En hier ga je de bunker in. Hier stond natuurlijk als eerste die panzerdeur, die hebben ze eruit gehaald. En daar natuurlijk, omdat aan de andere kant staat natuurlijk een overdrukventiel. Nou, bij die scharnieren heb je ook, zie je natuurlijk hier boven die prop zitten, zie je het? Hier hebben ze natuurlijk een paspen ingeslagen. Dit gat uitgeruimd met een gat kleine G6 grote H7. Daar hebben ze die paspen van gemaakt. Sommige bunkers hebben er ook aan de onderkant eentje zitten.
Maar deze heeft dat dus niet. Dat betekent dus dat er op deze paspen een kraag zit. En die andere niet. Het zijn gewoon rechte pennen. Dan hebben ze aan twee kanten dus een paspen of een sluitborgpen ingeslagen. Ja, hier gaan we natuurlijk even naar binnen. Dus even kijken. Ja, het is vrij klein. Ik kruip er even in. En dan doe ik dat even zonder camera. Want dat is een beetje moeilijk. Ik zet hem heel eventjes op pauze. Nou jongens, we zijn in de gasluis. We zijn hier natuurlijk naar binnen gekomen. Bij de ingangsverdediging. Hier heb je natuurlijk nog een scharnier van de panzerdeur. Om met die stalen, ja, die soort haak, om dat ding de deur dicht te trekken, zeg maar. Dan kom je natuurlijk als eerste deze tegen. In de gasluis, bij het overdrukventiel. En dan kom je hier al. Ik heb al wat zaklampen binnengelegd hoor. Kom hier natuurlijk kom je de gasdeur tegen die hier stond, hè, in deze sponning. Dan kom je hier dus de bunker binnen. De 501. Ik ga even kijken of ik een beetje kan gaan staan zo. Je kan wel redelijk staan. Nou, hier heb je dus die 501, hè. Daar ga ik zo even wat meer over vertellen natuurlijk. We maken eens even een rondje. Je ziet natuurlijk eigenlijk al die houten lijsten in het beton zitten, hè. Zie je het? Helemaal rondom. Ik ga jullie zo eens wat leuke details vertellen. De grote plaat. De ingangsverdediging. Hier vandaan kan je natuurlijk alles wat de bunker binnenkomt. Trappetje af. Kan je hier mooi onder schot houden, weet je. Deze kan je natuurlijk afsluiten, hè, die schuif. Maar goed, die platen die erop hebben gezeten, dat zie je nog hier ook aan die gaten. Hier zo. En hier beneden ook. Zie je het? Die platen zijn eraf. Ik denk met ja, de bouten van M16 en M20. Maar deze manschappenbunker heeft natuurlijk ook een nooduitgang, heb ik jullie wel eens verteld. Alles wat manschappen is met in ST-uitvoering, die heeft dus ook een nooduitgang. En dat is deze. En het heel opmerkelijk, echt heel opmerkelijk is het, dat het originele grind nog in de nooduitgang zit. Dit is, ja, dit kom ik heel weinig tegen. Dit kom ik echt heel weinig tegen. En als souvenir neem ik altijd één steentje mee uit de nooduitgang. En die bewaar ik thuis. Zo meteen. En die bewaar ik thuis, ja. Nou ja, je ziet het natuurlijk. Bij die nooduitgang hier stond een deur in, zie je. Die hebben ze ook afgehaald. Sommige nooduitgangen, die hebben geen deurtje hier, hoor. Die hebben een gemetseld muurtje. Kom je ook tegen. En hier heb je dus weer een overdrukventiel. Zie je het? Later ga ik allemaal uitleggen aan de hand van een HES waar die overdrukventielen voor zijn. Nou, een HES heeft hier natuurlijk ook gehangen. Die gaan we hier ook terugvinden. En dat is een niet al te grote HES. Waarschijnlijk een 1.2. En hoe zie je dat? Hij heeft maar 4 tapeinden, zie je het? 4 van die draadenden waar dus die HES of die beugel heeft gehangen, waar dus een HES op heeft gestaan. En dan kan je dus hier al, de aangezogen lucht is vuile lucht en dat is gele lucht. En je kan het ook zien, heel mooi detail van deze bunker, is dat het nog geel is. Zie je het? En geel betekent dus vuile lucht. Dus deze leiding
mocht je natuurlijk zeker niet openmaken. En dan kreeg je natuurlijk giftige dampen naar binnen. Er stond natuurlijk ook een bunkerkachel. En die bunkerkachel had natuurlijk een afvoer nodig. Nou, voilà. Daar staat hij. Zie je? Hier heeft dus de bunkerkachel gestaan. Nou jongens, hoe sliepen ze nou in deze bunker? Nou, ze hadden stapelbedden. Deze ruimte had een soldaat 2 vierkante meter voor zichzelf. De stapelbedden die waren 3 hoog. En mooie details daarvan kunnen we nog terugvinden. Dat gaan we nu even zien. Je ziet hier ook dus die stalen pen zitten, zie je het? Ik weet niet of het zo een beetje in beeld is. Ik denk het wel. En hier beneden zit er ook eentje. En daar beneden zit er ook eentje. En die zitten dus aan deze zijde ook. Hier hing dus een systeem aan waar dus een matras, of hoe heet dat, zo'n soort ledikant of zoiets aanhing. Dus hier sliep er eentje tussen, hier sliep er eentje tussen en daar beneden sliep er dus eentje. Dus je had 3 man, die sliepen dus op deze hoogte. Even kijken, zo. Hier lag er één, hier lag er één en daar beneden lag er één. Dan had je hier ook, heb je weer 3 van die pennen, zie je het? Hier ook. En hier en beneden heb je dat. En dan zie je daar, kom je ze daar dus ook tegen. Zie je? Hier dan, daar dan en daar beneden. Dus hier sliepen dus 3 man. Hier sliepen 3 man. En dan had je natuurlijk aan deze kant, had je er ook nog 3. Alleen die pennen, die kan ik niet terugvinden. Je had wel, of je had ook, kasten. Ze hadden allemaal een kast. Tenminste, 3 man per kast of 2 man voor een kast, dacht ik dat het is. Een zootje van die kasten stonden. Die stonden dus tegen deze wand aan. Nou, dat hout, dat wat je hier ziet, dat is eigenlijk, ja, om de boel dus te isoleren tegen de kou en tegen het vocht. Dus daar zaten dus platen tegenaan getimmerd. Dus niet dat je tegen het koude beton aan zat, zeg maar. Even kijken hoor. Die andere stapelbedden, die staan dus hier zo zie je. Ik dacht dat het aan die kant was, maar hier heb je er dus zo een. Hier heb je er eentje. En daar beneden heb je ook zo'n stalen pen, zie je het, waar dus een ledikant aan hing. En aan die kant zie je ze dus, ook zitten. Nou, zoals gezegd, een souvenirtje neem ik mee voor thuis. En dat wordt, dat is een mooi steentje dit. Dus die hier in de pocket. Voor thuis. Wat kan ik even nog wat vertellen over deze bunker? Dat is het volgende. Stel je voor, je zit hier in deze bunker. Het is oorlog. Je wordt aangevallen. Die gasten die buiten zitten in die touwbroek. Die staan natuurlijk in contact met deze binnenkant van de bunker. Door middel van een spreekbuis, een spraakgehoor, heb ik jullie wel eens verteld. De buizen van die spraakgehoor, waarschijnlijk is dat, ik weet niet of je op de camera ziet hoor. Dat is deze of deze, dat zijn er 2. Dan kan je dus kwekken naar de gasten die boven zitten. Maar die gasten die zijn natuurlijk niet echt veilig. Die kunnen bijvoorbeeld, met gas te maken hebben of zo. Of. Die kunnen dus geen verslag uitbrengen. Als ze al niet binnen in deze bunker zitten bij gevecht. Maar hoe ga je nou zien of de vijand weg is buiten? Dat je dus na een uur, 2 uur, een dag die deuren open kan maken en naar buiten kan gaan. Maar dan moet wel de vijand weg zijn. Maar hoe weet je dat dan? Nou, je kan natuurlijk bellen naar een andere afdeling. Wat hier verderop zit met andere bunkers. Of het veilig is om deze bunker open te maken. Het vervelende is dat dat natuurlijk gaat met een telefoon. Maar dat is misschien
kabelbreuk is opgetreden. Ze hebben elektriciteitskabels doorgeknipt. Wat even, kan allemaal gebeuren. Dan weet je nog niks. Maar er is toch een systeem waardoor jij kan weten of de vijand buiten is. En in deze bunker hebben ze dat systeem toegepast. En dat is door middel van een periscoop. Maar ja, waar staat nou die periscoop? De periscoop is weg. Dat waren natuurlijk echte collector items in bunkers. Dus periscopen die zijn natuurlijk al sowieso verdwenen. Maar we kunnen nog wel eventjes bewijzen dat er hier eentje heeft gehangen. Of in ieder geval de toepassingen daarvoor zijn geweest. Je ziet dat deze iets verhoogd is, dat plafond. En dan zie je hier dit gat zitten. Zie je? Ik ga eens even heel stiekem kijken naar boven. Want jullie gaan dat ook wel zien. Zo dik tot helemaal boven. Dit is dus de dikte van het plafond van deze bunker. En hierin werd de periscoop naar binnen geschoven. Die periscoop die bestond, als het goed is, uit 3 delen. Dus het eerste deel werd naar binnen geschoven. Het tweede deel werd eraan vastgeklikt, die werd verder omhoog geschoven. En toen kwam het derde deel. En je ziet hier nog duidelijk die uitsparing hier ook. Zie je deze? En aan deze kant zit er ook eentje. Waar dus die periscoop naar boven erin werd gedraaid. Toen een kwartslag gedraaid om hem dus vast te zetten. Mocht er nou deze bunker worden aangevallen, dan werd de periscoop verwijderd. Die deden ze eruit. En daar deden ze dus een opvulstang deden ze erin. Ik heb daar wat foto's van gemaakt, pas geleden in een andere bunker. En daar zit die stang er nog in. En die laat ik natuurlijk uiteraard aan jullie zien. Dan kan je zien hoe die stang erin zit. Nou, die stang die had dezelfde diameter als met die bajonetsluiting hier, zeg maar. Dus je draait hem er dus in, kwartslag. En er zat er dus een handwiel op met een draadspindel. En dan draaide je dus die hendel aan dat draadspindel, draaide hem dus vast. Zodat natuurlijk dit gat helemaal hermetisch was afgesloten. En hier zie je dus nog wat van beter en van dichterbij. Wat invoeringen van een bunker. Waarschijnlijk is dit de sprachroer. Of deze. Misschien zijn er twee. Misschien is een van de twee een kabel doorvoer. Want uit de toebroek, daar kwam natuurlijk ook een kabel naar binnen. Voor eventuele verlichting. Nou, waarschijnlijk komt dat door een van deze twee naar binnen. Deze is ook nog van de ventilatie. Deze. En deze was gezegd afvoer van de kachel. De 501! Ja! Staat hij dan? En je ziet ook, als je kijkt naar het plafond, dan zie je dus dat er nog rubber tussen heeft gezeten. Hè? Tussen. Zo, kom wat naar beneden. Dus tussen die stalen strippen, dat heb ik jullie wel eens verteld, hè? Die stalen strip. In Hoek van Holland, en nog een paar plaatsen, heb je natuurlijk dat je dat hout hebt. Dat heb ik ook. Ja, daar heb ik het ook al niet meer gezien. Best te schouwen, geloof ik. Ook een speciale bunker. Ook heel mooi. Maar deze hebben dus die stalen strippen, zie je. Dat is natuurlijk een stuk duurder dan hout. Eind van de oorlog was er natuurlijk een behoorlijk gebrek aan materialen. En vooral aan ijzer. Dat staal en dat ijzer, dat gebruikten ze liever. Voor tanks en zo natuurlijk. Maar ja, op een gegeven moment houdt het een keertje op. En toen zijn ze dus overgestapt. Of in bepaalde regio's. Op hout.
hebben ze natuurlijk hier die houten plankjes tussen gemaakt. En toen daarna pas dat beton erbovenop gestort. Spaar je dus weer een zootje staal uit. Hè? Dan kan je dus weer een iets anders voer gaan produceren wat echt van staal moet zijn, zeg maar. Hij heeft een hele behoorlijk grote panzerplaat hoor, dit. Normaal is dit beton, maar deze is dus, behoorlijk grote ding, maar zeker van een meter. En een streep of 25 dik, denk ik. Ja. Je ziet dat in deze bunker natuurlijk weinig graffiti-zooi zit en zo. Hè. Dat is natuurlijk wel lekker. Die spuitersmannetjes die hebben hem nog niet ontdekt. Tenminste, je ziet altijd wel wat graffiti, maar in deze valt het reuze mee. Echt, daar ben ik echt wel blij mee. Dat het allemaal nog intact is, deze bunker. Overal zie je dus, zie je dat hout zitten. Hier zit er wat beton over, maar er zit natuurlijk zo'n houten ding, dat zit daaronder, zie je het. Hier ook. Overal zie je natuurlijk nog spijkers zitten, zie je. Voor die beplating die hier tegenaan heeft gezeten. Nou, hier zijn we even richting de gasdeur. Ik zal even wat zaklampen laten zien. Ik heb er hier ook, ik weet niet of jullie ze kunnen zien hoor. Ik heb er hier ook 3 in mijn handen en ik heb er nu 4 in mijn handen. En ik heb er nog eentje bij me. Dus ik heb licht zat. Ik wilde jullie wat vertellen over deze deur. De gasdeur. Nou, je hebt natuurlijk hier net om het hoekje aan die kant. Rechtsaf. Daar staat natuurlijk de panzerdeur. Nou, die panzerdeur die sluit natuurlijk zo. Dus die sluit hier tegenaan, maar dan om de hoek. Mocht er aan de buitenkant een explosie zijn, weet ik veel, dan wordt die gasdeur die wordt dus alleen maar dichter gedrukt. Nou, die gasdeur, of die panzerdeur, die is ook gasdicht. Hier heb je dus geen druk meer. Dus dat betekent dus dat de gasdeur eigenlijk zo open kan gaan. En dat klopt ook, want die scharnieren zitten dus aan deze kant. Die gasdeur die gaat dus zo open. En het is natuurlijk zo dicht. Die gasdeur, die moest natuurlijk gekeurd zijn dat die dus gasdicht was. En wat deden ze nou op die gasdeur? Daar schilderen ze dus een rode ring. En een rode ring op een gasdeur is dus eigenlijk een KEMA-keurmerk, zeg maar. Of een APK, weet je wel, dat die gewoon goed is gekeurd als gasdicht. Dus dat die bunker dus veilig was. Later ga ik jullie heel veel dingen vertellen over gasdeuren en overdruk in bunkers. Want deze bunker, je had natuurlijk een overdruk. Je moest natuurlijk zorgen dat je hier binnen in de bunker meer druk had als buiten. Want als je dat hebt, dan kunnen dus geen giftige dampen of stoffen de bunker binnendringen. Maar dan moet je wel zorgen dat je hier natuurlijk een beetje overdruk had. En dat is natuurlijk de bedoeling van een hes. Nou jongens, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het geweldig om deze bunker te ontdekken en dat die open is, dat ik hem kan bezoeken. En dat ik jullie het een en ander kan vertellen over de functie of de werking van deze bunker. De volgende keer gaan we weer uiteraard op zoek naar een leuke bunker en neem ik jullie weer mee. Misschien ondergronds, misschien bovengronds, misschien gaan we iets anders leuks ontdekken wat te maken heeft met uiteindelijk de trieste van de Tweede Wereldoorlog, laten we dat even voorop staan. Ik ga jullie groeten en vergeet niet te abonneren op het kanaal, een blauw duimpje zou leuk zijn en ik zie jullie weer de volgende keer. Ciao!